Kunstenaar Johan Huizer is in zijn atelier in Sliedrecht druk aan het schetsen. Hij weet inmiddels vrij goed hoe het monument voor de broertjes Ruben en Julian, die een paar maanden geleden werden omgebracht door hun vader, eruit moet zien. Het wordt een sculpturenmonument. Zoals je kan zien is dit de letter M. En dat is eigenlijk via een foto van de jongens Ruben en Julian die naast elkaar zitten met rug tegen rug. M van memory. Daaromheen komt een soort van een schuttingachtig iets waar eventueel een tekst op kan komen. Maar het wordt wel een vrolijk monument dus, als ik het zo zie. Het wordt een vrolijk monument, maar toch met een beladen idee erachter, zou ik zeggen. Ruben en Julian waren in mei van dit jaar dagenlang vermist. Politie en vrijwilligers hielden grootscheepse zoekacties. Tot de broertjes doodgevonden werden in het Utrechtse Koten. De stichting RUJU en de nabestaanden besloten daarop dat er een monument moest komen. Ja, de nabestaanden die hadden gewoon het idee van nou, als er een monument mag komen, dan graag vol met kleur. Dus ja, het was, voor de stichting was dat gelijk kaasje, want die hebben natuurlijk al mijn werk gezien en ze hadden zoiets van nou ja, dat is vol met kleur. Alle kleuren van de regenboog gebruik ik. En hoewel zo'n monument toch een behoorlijk heftig iets is, wilde Johan daar wel aan meewerken. Ik heb zelf kinderen, dus ik weet qua gevoel van het zou je eigen kind overkomen. Hè, dan kijk je er heel anders tegenaan. Dus die gedachte neem ik voor mezelf, neem ik op een bepaalde manier mee. Van, om in een kind te kijken, in een ouder te kijken, in een familielid. En gewoon als Nederlander zelf. En, dit kan gewoon niet, dit moet stoppen. De stichting RUJU is nog bezig geld in te zamelen voor het kunstwerk. Het monument moet komen te staan in Zeist, waar Ruben en Julian woonden.